Hoi allemaal, goedemorgen. Superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Met de nadruk op goedemorgen. Nou ja, of het echt zo'n hele fijne morgen is, weet ik niet. Maar het is nu 6:50 in de ochtend. En ik ben vanmorgen om 5:30 wakker geworden. Want vandaag is een hele belangrijke, maar ook superleuke dag, hopelijk. Want vandaag zijn namelijk de Nederlandse kampioenschappen samen met Popeye en Mackie. Met Popeye in de klasse Z2 bij de ponies DE. En met Magnum in de klasse M1DE. Sorry dat het beeld een beetje donker wordt. Dat komt omdat het buiten nog niet super licht is. En het is een beetje grauwig weer. Want het gaat vandaag de hele dag regenen. Dus ik heb vandaag 3 witte rijbroeken mee. Ik heb daarnaast nog een andere droge outfit mee. Ik heb nu al een trainingspak aan. Want ik weet eigenlijk wel zeker dat we vandaag nat gaan worden. Want ze geven ook echt voor de hele dag dikke buien op. Ook niet 20% kans. Nee, het is allemaal 80-90. Dus ja, daar kunnen we wel van uitgaan dat het wel de hele dag zo blijft. Maar ondanks dat heb ik er wel heel erg veel zin in. En mijn uiterste best doen. Gisteren hebben we de pony's helemaal gewassen. En hebben we de wagen helemaal ingepakt. En we hebben ook de concourskast mee. Mijn eigen ontworpen concourskast samen met Carmen. Zij heeft hem al een tijdje getest. En nu ga ik hem dus vandaag testen op het NK. Al mijn spullen passen in ieder geval in, dus dat is al een voordeel. Alleen moet er sowieso nog wel één kleine aanpassing aan komen. Want hij past bij ons dus niet achter in de vrachtwagen. Dus we hebben vandaag daarom ook een trailer mee. In principe gaan we natuurlijk nooit met 2 ponies op meerdaagse wedstrijd. Maar ja, nu naar het NK dus wel. En dan past de concourskast natuurlijk niet meer in de vrachtwagen. Want dan staan de ponies al op het gedeelte. En daarom zijn we dus vandaag met de trailer. Zodat we ook nog hooi mee konden en zo. Want waarschijnlijk zijn we er wel de hele dag. Wij zijn nu onderweg naar stal en ik ga jullie vandaag lekker meenemen. Dus ben je nou benieuwd hoe vandaag het NK voor ons gaat verlopen? Blijf dan zeker kijken! Hoi, ik ben Johanne en samen met mijn ponies Popeye en Londa beleef ik de leukste dingen. Beleven jullie onze avonturen gezellig mee? We zijn op stal aangekomen. En gisteren hebben we ook al alle spulletjes klaargelegd die ze zo meteen om moeten. Dus een halsters en beschermers. Maar we moeten eerst nog even een dubbele check doen bij Popeye. Of hij natuurlijk nog schoon is. We hebben hem gisteren van top tot teen gewassen. We hebben gisteren de laatste keer dat hij wegging zijn messen nog uitgehaald. Dus nu op hoop van zegen dat hij nog schoon is. Dus ik ga hem snel uit zijn stal halen en anders... Oh, ik zie het nu al, man. Bovenop zijn staart. Anders moeten we hem dus zometeen nog even gaan wassen. Snel. Heeft hij hier nou wat? Oh, dat valt mee. Hier een heel klein beetje op zijn staart. Nou, ik hoop niet dat het meer is. Nou, daar gaan we nu snel achter komen. Nou, Poppy is nog helemaal schoon. Hij heeft dan alleen dit bovenste staart. Dus dat gaan we gelijk nu even schoonmaken. En dan krijgt hij daarna zijn deken op. Voor de rest is hij nog helemaal schoon. Hier zie ik één heel klein vlekje, maar nou, dat mag geen naam hebben. Hij heeft er wel eens erger uit gezien. Zijn manen zijn ook nog spierwit, dus dat is in ieder geval het belangrijkste. Nou, Pop, ik ben trots op je. Ja, vanavond mag je weer vies maken, oké? Okay? Maar vandaag moet je schoon houden. Nou, ik heb me even een jasje aangedaan. Het was best wel een beetje fris op stal. Omdat het natuurlijk zo hard regent, dus het is nu echt vet erg afgekoeld. Volgens mij is het nu 18 graden of zo, terwijl het gisteren in de avond nog 25 was. Maar dat maakt niet uit, zo ook was lekker. Mackie die is natuurlijk nog helemaal schoon, want bij hem zie je niks. Hij is gisteren ook helemaal gewassen. En hij heeft zijn dekentje gewoon nog op. We gaan nu zijn transportbeschermers opdoen en dan mag Mackie vast op de wagen. En Poppy heeft al een dekentje om en zijn staartbeschermer. En dan hoeft hij ook alleen nog maar zijn transportbeschermers om. En dan kunnen we gaan vertrekken. Nou, de pony staan op het wagentje. We hebben de goede dekentjes op, want het is nu op de wagen toch nog wel een beetje warm. Ik moet heel voorzichtig uit de deur, want anders gaat de deur van de wagen hier tegenaan. Nou jongens, we zien jullie straks. Lief zijn, hè? En dan hebben we hier in de trailer hebben we dus de concourskast, dus dat is helemaal geregeld. We hebben daar ook nog voer en extra hooi. Voor de rest hebben we alle spullen. We gaan nu nog even snel vegen en dan gaan we onderweg naar Ermelo. Inmiddels is het nu 9:50. 9:50. En zijn we over 10 minuten bij het KNS-centrum. En we hebben er ongeveer 1:50 over gedaan.
Dus bijna 2 uur toch wel. Het was eigenlijk 1,5 uur rijden. Maar ja, natuurlijk met de trailer erachter. En we hadden nog onderweg, moesten we even een stukje omrijden omdat 1 weg afgesloten was. Dus ja, dan kom je toch al snel uit op die 2 uur. Dus het is maar goed dat we even wat extra tijd hebben gerekend. En anders waren we sowieso op tijd. Maar ja, het is gewoon altijd fijn om vroeg te zijn. En ik heb nog even lekker een beetje geslapen. En dat was wel even lekker. Mama zei dat de ponies super rustig waren. Dat die ook een beetje lekker aan het slapen waren. Dus ja, dat is een goed teken. We zijn er dus nu over 7 minuutjes. Dus nog even het laatste stukje. En dan gaan we de ponies even naar stal brengen. Spullen eruit. En dan ga je even kijken op het terrein. Want het is dit jaar heel anders dan normaal. Want normaal is ook het springen op 1 dag. Maar nu is gewoon op 1 dag de dressuur. Behalve de B-ponies. En voor de rest ja, moet dus alle dressuur vandaag. En is alles ook op het zand, niet op het gras. Sowieso super fijn en helemaal met dit weer komt dat ja, veel beter uit, want anders werd het wel echt een baggerzootje. Dus daar zijn we heel blij mee. Nou, we zijn aangekomen. Mama en ik hebben heel even snel geplast. We hebben voor de rest nog niet op het terrein gekeken, dus dat gaan we zo doen. We gaan nu de ponies uitladen. We hebben de 5e en 6e stal. Dus ik doe de camera even weg, omdat we natuurlijk ze er snel mogelijk af willen hebben. En dan mogen ze lekker even op stal. Nou, de ponies staan lekker op stal. En Mac vond het in het begin het wel een beetje spannend. Want hij is natuurlijk nog nooit op wedstrijd in een andere stal geweest, zeg maar. En voor Pop zijn we natuurlijk wel gewend dat hij het eigenlijk juist leuker vindt, volgens mij. Maar Mackie kan Poppy ook niet zien. Want kijk, de stal is hier helemaal dicht. En hij kan ook niet daar naar buiten kijken. Dus het was voor Mackie even wennen. Maar we hebben hem lekker verhooi gegeven, water. En dan komt alles wel goed. En dan staat hier knappe Poppy, die is weer helemaal in zijn element. Hey Pop. Hallo vriendje, die heeft daar in het hoekje lekker water. Die heeft hij ook hooi. En hier staat de mooie kast die Carmen en ik samen hebben ontworpen. Ik zal straks de binnenkant even laten zien. Hier nog wat hooi en hier alvast een beetje voer. Nu even het slotje erop. En we hebben net dus wel even geplast. En we hebben toevallig even snel bekeken in welke baan Pop moest. En daar waren we echt heel benieuwd naar. Maar dan gaan we nu alles nog even aan jullie laten zien, aanmelden en zo. Dus dat gaan we nu even doen en dan gaan we daarna rustig gaan Popeye knotten. Ik ga nog even snel wat aan jullie laten zien. Kijk Poppy nou, wat een boefje. Hij heeft heel veel honger. Maar hier hebben wij dus even een kaartje, die hing hier. Dan moet je even je naam erop zetten, naam van je paard en telefoonnummer. Die streep ik natuurlijk even weg, want stel er gebeurt wat. En er zijn hier mensen, dan kunnen die ons bellen, kunnen er snel aankomen. Internationale wedstrijd hebben we daar dan helemaal een gelamineerd blaadje voor met Nederland erop en zo. En met naam heel groot en telefoonnummer heel groot. Want dat is gewoon heel belangrijk, want je bent er niet altijd bij. En als er wel wat gebeurt, dan kan je er wel binnen no time zijn, zeg maar. Want anders heb je natuurlijk helemaal niks door. Dus dat heb ik gedaan. Even een leuke Insta-story gemaakt. Die ga ik nu posten. En dan gaan we nu even overal kijken. Zo, we zijn Poppy lekker aan het knotten. Ik heb hier net de touwtje geknipt. Nou, Pop, jongen. We weten toch een schooier. Pop vindt het zo gezellig. Mama heeft er 1 knotje af. Ze heeft nu het 2e touwtje. Ik ga hier alvast knoopjes in doen, want anders schiet het draad er zeg maar weer doorheen als je hem heen en weer steekt. Dat moet natuurlijk niet, want dan vallen ze eruit. Poppy heeft er zin in, denk ik. En Mackie die staat nu ook lekker rustig. Die ging net spelen, want die ging daar zo. Ja, je kan het net niet heel goed zien. Daar zit een strootouwtje. Daar ging hij aan bijten, ging helemaal mee spelen. Oh, Mackie. Ja, Mackie plakt een beetje aan Pop. Die vindt het een beetje spannend. Nou, we hebben net even geplast. We hebben bij de baan nog even gekeken. Want nadat we Poppy hadden geknot, zeg maar, hadden we nog eventjes wat tijd over. Gelukkig. Het is nu 10:50. Ik moet om 11:15. Ik wil er om 11:45 op zitten. Of ja, liever 10:30. Kunnen we even lekker rustig gaan stappen. En ik ga me nu even omkleden, want ik had mijn witte broek nog niet aan. Dus vanaf nu zal ik niet heel veel meer filmen. Ja, ik wil me gewoon concentreren op de proef. Dus jullie zullen mij zo meteen in de proef zien. En dan zal ik daarna natuurlijk weer voor jullie vloggen. Thank you.
net met Poppy gestart en we zijn nu Mackie aan het klaarmaken. Over een kwartiertje willen we op Magnum zitten, dus ik ga even snel kort vertellen hoe het ging. En dan ga ik me focussen op Mac. We hebben net even snel wat gegeten. Maar de proef van Pop voelde voor mijn gevoel echt heel fijn. En ik heb ook echt heel erg lekker gereden. Alleen vond ik één deel van de baan een beetje eng. En dan komt daar toch spanning uit. En ik denk dat de jury's mij daar een beetje op hebben afgestraft. Ik had 63,9. Ah, Magnum bijt in mijn haar. Huft, hè? Hij kan echt niet zachtjes doen. Hij weet niet wat het verschil is tussen knuffelen en bijten. Want hij doet namelijk altijd bijten. Maar het was voor mijn gevoel een hele fijne proef. Helaas dachten de jury's daar anders over. Hebben dat ook weer een keer meegemaakt voor de zoveelste keer. Balen, jammer, maar ik heb daardoor nu wel extra veel zin om mijn focus op Mac te leggen. En wie weet pakt dat wel in de positieve manier uit. Hè Mac? Ik hoop dat Mackie de baan doorgaat. Zo een beetje een spannende baan voor hem. Maar ja, dat gaan we ervaren. We gaan nu snel opzadelen. Mama hoeft alleen zijn voorplukje te doen. En dan zien jullie mij zo meteen in de proef. Inmiddels zijn we onderweg naar huis. Sorry dat ik even niks meer heb gevlogd. Maar dat komt omdat dit niet helemaal mijn wedstrijddag uiteindelijk is geworden. Vanmorgen had ik echt hele goede hoop. Dan was ik lekker blij aan het vloggen. Maar na de proef van Pop had ik eigenlijk al, moet ik heel eerlijk zeggen, niet heel veel meer zin meer in. Nou ja, voor mijn gevoel ging Pop gewoon heel erg fijn. En dan kreeg ik zulke lage punten. En dan is dat toch wel even jammer, zeg maar. Ook omdat dit onze laatste wedstrijd was. En ja, dan is dat toch wel jammer dat je dat dan op die manier afsluit. Maar ja, het is helaas niet anders. En daarna moesten we met Mackie. En dat was letterlijk een bom. Die ontploft was. Het was niet normaal. Dat beest heeft mij dus wel 3 keer afgebokt tijdens het losdraaien. Nou, ze hebben wij Mackie nog nooit meegemaakt. We denken een beetje dat dat komt omdat hij natuurlijk heel erg aan Pop gehecht was. En tijdens dat Pop weg was voor zijn proef,
denk ik dat hij zich al een beetje zat op te vreten op stal of zo. En dat Pop terugkwam dat het dan wel weer goed was. En dat hij zelf weg moest uit die stal. En dat gewoon alle energie van die ochtend er gewoon even uitkwam met Spanny. En dat heeft hij dus geuit in rennen, bokken. Gingen mensen klappen. Kwamen trekken langs om de baan te slepen. Dus het was ook allemaal een samenloop van paraplu's. Maar ja, evengoed was het niet de beste voorbereiding voor je proefje. Ook al moet ik wel eerlijk zeggen, hij liep al heel erg fijn. Ik heb zeker ook een hele fijne proef neergezet. Alleen ook weer hele lage punten. En achteraf weet ik ook wel een beetje hoe het komt. Op het NK willen ze natuurlijk het ideale plaatje zien. Stille aanleuning. Netjes bovenin. Stil in de mond. Heel correct gereden. Natuurlijk heb ik hem wel heel correct gereden. Maar er zitten allemaal een beetje slingertjes in. En een beetje bochtjes. En daar mist hij wat stelling. Hij had gewoon druk in zijn mond. Omdat hij heel veel spanning had. Ja, hij had gewoon heel veel spanning. En dat is natuurlijk een nat dan op een NK. En daar straffen ze je lekker voor af. Dus dat hebben ze ook zeker gedaan vandaag. Jammer, maar hopelijk komt mijn NK ooit nog een keer. Van de winter ging het heel goed met Lonnie. Maar al die keren daarvoor is het al niet mijn beste dagen geweest. Maar ja, wie weet komt dat er ooit nog aan. Evengoed ben ik toch ook wel weer trots op de ponies. Want ja, ik heb voor mijn gevoel wel gewoon heel erg lekker gereden. Maar ja, er komt toch een negatief gevoel overheen. Doordat ik deze punt heb gereden. Maar ja, zo blijft het. Dat is topsport. En we moeten natuurlijk weer door. En de hondjes had papa de heenweg meegenomen. Want die kwam later kijken. Het was super leuk dat hij kwam. En wij hebben de hondjes mee naar huis genomen. Omdat hij nog moest voetballen in Permanent. Met mijn broertje te trainen. Dus wij hebben de hondjes lekker meegenomen. Die zijn ook echt helemaal dood van deze dag. Die hebben zich eigenlijk ook heel goed gedragen. Vroeger was zo'n beetje stout af en toe. Want die ging altijd naar spelende kindjes plaffen en zo. Maar tijdens de proef was hij wel gewoon stil. Over 10 minuutjes zijn we weer op stal. Het is inmiddels ook al 7:30 of zo. Dus het mag ook wel een keertje. Want vanmorgen zijn we natuurlijk om 6:30 van huis vertrokken. Dus zeker een hele lange dag. Mama begint te gapen. Ik moet nu ook gapen. En op stal gaan we wel gelijk even de spulletjes uitruimen. Want dan kunnen we de geleende trailer kunnen we gelijk weer terugbrengen. Anders moeten we dat morgen allemaal nog weer doen. En nu zijn we toch op stal. Dus doen we het liever nu. Nou, dit was weer een hele lange praatsessie van mij, bijna 4 minuten. Maar daar heb ik jullie weer even goed bij gepraat. En hopelijk zijn jullie even goed heel trots op mij en op de ponies. Ik even goed wel. En we gaan gewoon lekker door. Nou, we zijn weer op stal. Hier staat Koning, die is lekker aan het eten. Hier is Mac, die heeft zijn andere dekop. En die is lekker aan het drinken. Die heeft heel veel dorst. En hier is natuurlijk ook nog Lonnie. Die heb ik net nog even aandacht gegeven. Mama heeft ook een koerskast leeg gehaald. Ik heb de mest uit de wagen gehaald. De trailer leeg gehaald. Voer klaargezet voor morgenochtend. Want de voerbakjes voor in de ochtend vul ik zelf. In de avond doen ze dat zelf pakken. Maar voor in de ochtend doe ik dat altijd even vullen voor hun. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb geveegd en zo. En we hebben nu de concourskast weer op de wagen gezet. Dus de trailer is helemaal leeg. En dan gaan we die nu weer gelijk wegbrengen. En dan is dat ook allemaal weer geregeld, zeg maar. Kijk. Alles is ready. Dus ik ga nu lekker naar huis. Het was niet mijn allerbeste wedstrijd. Maar ik heb ondanks dat ook alweer een hele leuke dag gehad. Dus hopelijk hebben jullie ook genoten. Vergeet zeker geen bladduimpje mogen doen. En iemand te abonneren als jullie ook heel trots zijn op de ponies. En dan zie ik jullie volgende week. Hopelijk weer bij een nieuwe video.